heb Robert gevraagd, omdat ik het zinnig vond in onze groep ook, wat is er aan de hand in Nederland? Zo heb ik het maar genoemd en hierbij geef ik het woord aan Robert. Dankjewel Frank. Ik doe het wat bescheidener dan de G.D. Hilteman, die deed het dus voor de hele wereld. Ik heb wat opgehangen, ik heb de meeste mensen een mailtje gestuurd. Met wat vragen, geen vragen. Met een ontwerp van een brief die we allemaal zouden kunnen sturen naar de Kamerleden om de vragen die wij hebben en die ons leven gaan beïnvloeden, beantwoord te krijgen. Zoals jullie zien, grijs van zorgen om jullie belastingaanslag. Zoals jullie zien, begin ik al flink grijs te worden en ik heb liggen woelen vannacht om bij zorgen voor jullie, om de financiële positie waar jullie in terecht gaan komen, te kunnen voorkomen of te verbeteren. Jullie weten allemaal, als je het nieuws volgt, de staatsschuld is de afgelopen, vorig jaar 80 miljard en tot en met volgend jaar 130 miljard gestegen. En de vraag is van, waar komen die miljarden nou vandaan? Niemand van u heeft nog een aanslag gekregen om te zeggen van, minister van Financiën, komt u even met een stukje, zoveel duizenden euro's per persoon, per Nederlander naar voren, om dat gat in de begroting te kunnen dekken. Dus die staatsschuld is ineens floep, meer dan de helft gestegen in één jaar tijd. Vorige week, of de week ervoor, kregen we dus een woedende mevrouw Kroes van de Europese Commissie op televisie te zien. En die wou dus wel eens haring of kuit hebben van meneer Wouter Bos, de minister van Financiën, over hoe het nou zit met de financiering van die gaten bij en in van die banken. Ergens, zegt zij, Woutertje, ik zit al een half jaar te wachten op antwoorden, want jij bent misschien illegale staatssteun aan het geven. En dat is in inbreuk op de regels zoals wij dat in Europa hebben afgesproken. Bij wie heeft Woutertje Bos die 130 miljard tot en met volgend jaar geleend of gaat hij lenen? Bij de Arabieren? Bij de Chinezen, want die hebben 2 biljoen aan dolletjes liggen. En het zou kunnen zijn dat Wouter Bos helemaal vooraan bij de pandjesbaas van de Chinezen aan het loket stond. En zei van, geef mij alvast die 80 miljard van het afgelopen jaar. Maar ja, de Chinezen hebben geen eurotjes, maar dollars. Dus Wouter is misschien met die 80 miljard bij de grenswisselkantoren naar binnen gestapt. En zegt van, kunt u even wisselen in euro's? Dat heeft invloed op de koers van de euro. Want de vraag naar euro's die gaat zo stijgen. En onze export zo naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Dus er is een heel groot mysterie van waar zijn die 130 miljard vandaan gekomen tot en met 2010. Mijn vraag aan jullie is, wie van jullie is bereid om de rente te gaan betalen over die 130 miljard die we erbij geleend hebben. Althans volgens zeggen. Ik zie geen vinger omhoog komen. Ja, eentje. Ik doe niet meer eentje, maar ik ben best bereid eraan bij te dragen. Ik heb even uitgerekend, dat gaat 1000 euro per persoon. Baby, alles, alle belastingbetalers gaan 1000 euro. Alleen al aan rente, jaar op jaar op jaar op jaar. En dat is een gat in de begroting. We gaan dus bezuinigen. Op waar gaan we bezuinigen? Op u. U gaat nog verder bezuinigen. U krijgt niet alleen een rekening, maar u krijgt ook nog een keer een stelletje bezuinigingen over uw nek. En iedereen weet dat als je geld ergens vandaan leent, bijdrukt, want die 130 miljard die komen uit de kelder van meneer Wellink, die heeft daar een geldpersje staan en die stond te draaien en te draaien en te draaien. Maar tegenwoordig doen we dat gewoon met een paar 80.000000000000 80 miljard, enter. En meneer Wouter Bos die heeft 80 miljard in de knip. Dat gaat namelijk met de computer. Maar betalen van die rekeningen, dat krijg je wel. Iedereen weet dat als je dus geld bijdrukt, massaal, bijna het dubbele van wat er in omloop was, dat je dan een gierende inflatie zou moeten krijgen.
Net zoals ooit in de Weimarrepubliek, wat je postzegels had van een miljoen. Maar wie schetst nou mijn verbazing? Ik kijk in de winkel, ik zie helemaal geen inflatie. Ik zie geen prijsstijgingen. Ik zie zelfs prijsdalingen. Hoe kan dat nou? Nou, dat kan heel simpel. Ik ken geen econoom, of bankier, of politicus die weet wat geld is. Ze weten hoe ze ermee om moeten gaan. Je kunt daar pensioen berekenen en van alles en nog wat. En hoe je het in de winkel kan uitgeven en hoe je het kan oppotten. En er ook kan lekker gaan zitten om het te sparen. Maar wat het is. 2 weken geleden had ik een briefwisseling met professor Van der Ploeg. Dus de oudste Kamerlid voor de PvdA. Ooit een keertje staatssecretaris voor cultuur en wetenschappen. En die heb ik dus dit vragenlijstje aan voorgelegd. En ik heb hem gezegd, meneer Van der Ploeg, economen... Zoals u weten niet wat geld is. Jullie denken het te weten, maar jullie weten het niet en jullie geven het verkeerde advies aan de regering. En tot mijn verbazing kreeg ik een reactie van meneer Van der Ploeg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Die zei van, u hebt mij aan het denken gezet. Nou, dat is een prestatie van de eerste orde. Dat ik als gewone burger een econoom aan de universiteit aan het denken zet over iets wat hij zou moeten weten. En wat je niet weet. Namelijk, wat is geld? Wat je ermee kan doen, dat weet iedereen hier in de zaal. Dus, wat we hebben nou gezien dat dus ondanks het bijdrukken van tientallen miljarden nieuwe euro'tjes, zomaar uit de lucht, dat geen inflatie geeft. Ik wist dat al lang. Ik wist dat al in 1981, toen ik bij de ontdekking was van de weeffout in de geldstructuur, over heel de wereld trouwens. Terug bij GBA Hilton. Dan heb ik wat vragen. Een vraag is, een Kamerlid, is dat nou een parlementariër of is dat nou een volksvertegenwoordiger? De meeste zijn parlementariërs. Dat zijn carrièremakers, die zitten ergens en mogen alleen zeggen wat ze mogen zeggen. Maar volksvertegenwoordigers, die brengen de boodschap van de burger in discussie in de Tweede Kamer. En die mis ik bijna helemaal. In ieder geval compleet als het gaat over het geldpolitiek. Dat woord kennen jullie misschien niet, maar geldpolitiek. Want wat dreigt er nou met die dalende prijzen? Dat straks volgens de huurwet de huren moeten gaan dalen. En dan wordt het tranen met tuiten bij de pensioenfondsen. Die vinden dat verschrikkelijk. We gaan dus helemaal downhill. Een economie die net als Japan al heel lang prijsdalingen vertegenwoordigt. En dan zeg je van, dat is goed, alles wordt lekker goedkoper. Ja, maar jij ook. En de pensioenen worden goedkoper. Alles wordt goedkoper. Het enige wat duurder wordt, dat zijn schulden. Want die worden namelijk meer waard. Dat is de kern van deflatie. Dezelfde vraag, of heb ik dan het over de pers? Persmuskieten. Iedereen kent dat wel, persmuskieten. Dat zijn mensen die schrijven kranten vol en zitten praatjes te maken op televisie. Zijn dat nou journalisten of verslaggevers? De vraag is het antwoord hetzelfde. Het zijn meestal geen verslaggevers, maar journalisten. Ze verzinnen een verhaal, laten eventueel iemand en selecteren datgene wat ze uit willen zenden of schrijven. En niet de boodschap die ik of u en wij allemaal als burgers te vertellen hebben. Heb ik daar een oplossing voor? Ja, ik barst van de oplossingen. Dus hoe gaan we dat doen? We gaan vragen stellen aan de politiek. We, met z'n allen, allemaal tegelijk. En aan de pers. Hoe doen we dat? Nou, het is heel simpel. Via internet kun je dus een brief, die zie je hier staan, kun je uitprinten. 1 brief, misschien 3, print je uit en die stuur je met een postzegel op in een envelop naar Eerste Kamer, Tweede Kamer en naar ANP of zo, of je krant. En dan zeggen van, ik wil graag antwoord hebben. De inhoud van die brief die spreekt voor zichzelf. Die kun je dus op het internet vinden. De vragen die dus aan politici en aan de media moeten worden gedaan en beantwoord. En dat heb ik al geprobeerd op TV Drenthe. Vorige maand heb ik een uitzending gehad voor het eerst in mijn leven live. Waarin ik een econoom van de Rechtsuniversiteit Groningen tegenover had. Toen ik vroeg, waar komen de miljarden vandaan? En toen zei hij... Ja, dat is gemeend met staatsobligaties. Laat ik nou de emissies voor staatsobligaties helemaal gemist hebben.
En iedereen zegt, ja, dat hebben we gefinancierd op de kapitaalmarkt. Welke kapitaalmarkt? Geen krant, niemand laat zien op de beurs, nergens Tokio, China, Beijing, nergens. Niemand weet mij te vertellen waar de miljarden vandaan komen. Ik weet het wel. Tuurlijk weet ik het. Anders kan ik de vraag niet stellen. Waarom heeft dus niemand dus die aanslag gekregen om zijn bijdrage te leveren aan de financiering van die 130 miljard? Dat is nog iets meer dan 6 miljard duizend euro per jaar, hè? Dat is iets van 12.000 euro, hadden we allemaal op moeten hoesten. Iedereen. Is dat gebeurd? Nee. Waarom niet? Vragen. En dan zie je dus Nelly Kroes, boos op Bos. Oh, ik wil weten waarom jullie illegale steuns geven aan die banken. Is de rente die jullie berekenen aan de banken niet precies nul? Nou, Bos die komt dus met een trucje straks. Zegt ja, ik ga wel rente rekenen, maar dat moeten ze dan betalen aan de Nederlandse bank, die het geld dus gemaakt heeft met de drukpers voor mij, Bos. Ik krijg dus miljarden, die 6 miljard per jaar aan rente binnen. Althans bij de Nederlandse bank. Maar ik ben eigenaar van de Nederlandse bank, de staat. Dus ik krijg ze via de andere zak weer gewoon binnen. En is het fiscaal 0,0 voor de burgers. Ik ben een fantastische minister van Financiën, zegt Laubertje. Ja, maar zegt mevrouw Kroes, de EU-commissaris. Ik hou me bezig met concurrentie. Zorgen jullie nou dat de concurrentie eerlijk blijft? Want als jullie de banken gaan financieren met 0% en die andere banken moeten gewoon lenen met procentjes te betalen, dan is dat oneerlijk. Daar heeft ze in principe gelijk in. Maar ik vind het wel hartstikke lief van Wouter Bos dat hij ons probeert een 0% financiering, een democratische financiering van de maatschappij aan te bieden. Want dat is wat hij gedaan heeft. Al het andere geld wat banken creëren onderling, en dat vanwege dat vertrouwen wat weggeëkt is, doen ze dat dus nu niet, en dat is eigenlijk de kredietcrisis, heeft Wouter Bos gezegd van hier heb je een miljard en daar een miljard om die gaten tussen de banken te financieren. En daarmee de geldomloop voor jou en voor mij, voor de winkel, naar de groothandel enzovoorts, om dat op gang te houden. Maar dat werkt niet goed genoeg, want je ziet het dus, ze lenen niet genoeg uit. Dus Woutertje die verzint waarschijnlijk een trucje, die zegt van nou ik ga wel rente rekenen, maar ik krijg het weer in mijn eigen zak terug. Dan gaan we actie voeren. Die brief die houdt in. Brief. Dat is die inhoud. Kun je op internet op de voorpagina van de sociale databank kun je die vinden. Print en je stuurt hem weg, zowel als mail. Alle e-mailadressen van alle Kamerleden staan eronder. Alle e-mailadressen van alle persmedia staan eronder. Robert, ik volg het helemaal niet meer. Sorry, Mark. Kun je zeggen wat de antwoorden zijn die jij dan hebt? Het geld is gedrukt uit het niets. Die gaat ook weer terug in het niets. De koopkracht die wij gehad hebben met de enorme hoosen van de afgelopen 10, 20 jaar. Dat de economie groeide, aandelen groeiden, huizenprijzen groeiden. En die koopkracht die daaruit kwam, uit het absolute niets, die verdwijnt nu weer in het absolute niets. En dat is het probleem. Want die koopkracht die ontstond niet bij dezelfde personen als die nu moeten inleveren. Dus er gaat ontzettend veel faillissementen, werkloosheid ontstaan. Ja, maar wat is de oplossing? De oplossing? Ja, je vraagt andere mensen om oplossing. De oplossing is heel simpel. De echte oplossing is heel simpel. De ABN AMRO is nu staatsbank geworden. En dat betekent dus dat het markeren van het financieren van het midden- en kleinbedrijf en voor de export, dat een hoofdtaak van de ABN AMRO zou moeten zijn als staatsbank. De ABN AMRO zou moeten zeggen van komt u allen naar mij en ik zal u financieren met een iets hogere rente dan de andere banken. Want de concurrentie moet een beetje op peil worden gehouden. Elke ondernemer die dus nou klem zit met zijn financiering, en dat is gewoon zo, ja, die moet dus bij de ABN AMRO, bij de staatsbank terecht kunnen om in ieder geval de liquiditeit te kunnen hebben, om te kunnen functioneren en niet mensen te hoeven ontslaan wat niet nodig is. Dat is een van de essentiële voorwaarden, waardoor dus het bloed in de samenleving, geld, bloed, kapitaal, geef er maar een etiket op, weer gaat stromen op alle plekken. Het is, ik kan een VVD'er zo bekeren tot een socialist. Ik bind hem zijn hand af. Ik zeg dat bloed wat hier in die arm zit, dat gaan we weer eens lekker terugpompen naar het lijf, zodat het lijf weer lekker stevig wordt. Ik verzeker je, binnen 5 minuten heeft elke
rechtsfiguur in de gaten dat er iets niet goed is met zijn arm. Maar in de economie is dat niet hetzelfde. Jij weet, jij voelt niet wat de buurman, dat hij kapot gaat aan geldgebrek of aan koopkrachtgebrek. Dus ik heb Wouter Bos gezegd van, zorg ervoor dat je dus dit jaar nog alle burgers in Nederland 1000 euro geeft, gratis, uit die geldschepping. Ja. Dat doet hij wel voor de banken, maar niet voor ons. En volgend jaar nog een keer, zodat de koopkracht op gang komt, zodat de winkelier zijn spullen kwijtraakt, zodat de import weer op gang komt en de bedrijven in China, in Taiwan en Japan niet hoeven te sluiten. Want dat is de essentie. Het is een koopkrachtprobleem naast een financieringsprobleem. Is dat een duurzame oplossing? Dat... Nee, de economie groeit altijd te hard. We hebben altijd maar economische groei nodig, zeggen ze. En daar gaat de aarde aan kapot. Wil je dus een duurzame economie houden, dan zou je veel meer regionaal moeten gaan organiseren. Lokale productie zou prioriteit moeten hebben bij wereldproductie. Die globalisering die kost ongelooflijk veel leed. Onnodig leed, omdat we niet in de gaten hebben dat het maken van de rookworsten in Zwanenburg voor heel Europa, dat we dan alle producten over heel de planeet moeten gaan beslepen. Wat je nu ziet is Rotterdam. Die stort in, wat de import, wat de goederenverkeer betreft. De export van Japan is gehalveerd in een paar maanden tijd. In China sluiten duizenden fabrieken per week. En miljoenen mensen worden gewoon op straat geflikkerd zonder sociale voorzieningen in die landen. In Nederland hebben alleen de rijken nog wat kunnen verliezen. De armen hebben op dit moment de crisis nog ontlopen. Waarom? Omdat we nog een goed functionerend sociaal systeem hebben. Zodat dus de koopkracht op gang blijft. Mag ik een vraag stellen? Tuurlijk. Als ik u goed heb gevolgd, bent u een pleidooi aan het houden om de economie weer op gang te krijgen door middel bijvoorbeeld de Nederlanders 1000 euro te geven volgend jaar weer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waarbij u daarna vervolgens zegt, het is jammer, want daar gaat de wereld aan kapot. Ja. Dus dat lijkt me dus dan niet de oplossing. En als ik dan een slagje verder denk, dan lijkt het mij zo dat al die knapste jongetjes van de klas, ja, die zijn allemaal druk bezig om die wolk op een of andere manier weer op gang te krijgen. Ja. Wat niet goed is voor deze wereld. Ja. En de wereld is waarschijnlijk zo slim en intelligent, dus ik zie de wereld als een intelligentie, dat hij daar doorheen prikt en dat wij met elkaar dan uiteindelijk dan toch daar komen waar we moeten zijn. En dat het is niet in een geldeconomie. Dat klopt, u hebt volkomen gelijk. Het is een tegenstrijdigheid. Het op gang helpen van die wereldeconomie, weer op gebaseerd op groei, dat kan ecologisch niet. Dus dat zal niet gebeuren? Men zal het proberen. Ja, maar ik zeg, de natuur is ook intelligent. Maar er zijn twee dingen. We praten over de scheiding tussen arm en rijk. Het doet de natuur die, niet. Nee, de natuur doet dat niet. Dan gaan de mensen, de armen, zeg maar, gaan gewoon dood. Nou, in de economie van onze beschaving zou ik dus graag de armen in ieder geval willen beschermen tegen de hongerdood. Die dus nu over heel de wereld. Maar dat is een stelling. De oplossing is een regionale economie op een wat bescheidener schaal en minder of niet meer een economische groei. Die groei die moet op ons sociale leven, op ons welzijn, op de dienstverlening over en weer tussen mensen moeten plaats gaan vinden. Een groene ecologie waarbij dus niet gebaseerd wordt is op pure olieconsumptie die dus onbeperkt is, want dan is die wel. Maar dat we dus leren met onze vrije tijd om te gaan. Er moet minder gewerkt worden, dat klinkt idioot. Ook al is er werk genoeg in de dienstverlening, maar hoe financier je dat? Nou, daar heb je een structuur voor nodig waarbij dus mensen leren met tijd om te gaan. Tijd is het kostbaarste wat een mens heeft. Van de wieg tot het graf. Daartussenin moet het gebeuren. En wat wij hier met z'n allen aan het doen zijn filosofisch ontzettend mooie mensen hier, allemaal. Met een uitzondering misschien van nog een paar figuren, maar goed, dat kan zijn. Hé, Edith? Ja, wacht mij. Jij neemt wel een raakstraks op mij. Maar wat ik jullie zijn weer de vraag. Ik geef jullie straks de gelegenheid om een CD-ROM mee te nemen. Die leggen daar een stapel. Daar staan een aantal lezingen op die we uitgereikt hebben op de universiteit 2 jaar geleden in Twente. Met het Nationaal Forum. Daar staan hele goede suggesties, goede bijdragen in die precies passen bij de filosofie van de meeste mensen hier. Daarnaast krijg je dus van mij een kaartje. Een kaartje van
een heel nieuw klein landje, wat ontstaan is door een grenswijzigingsfout bij Koevoorde. Daar ligt een initiatief om een sociale, rechtvaardige, niet op groei gebaseerde economie te gaan bouwen, samen met alle mensen van goede wil. Die zijn er ook namelijk in dit land. Je krijgt mijn kaartje van de Sociale Databank Nederland waar je al die informatie kunt vinden. Dat is een opbouw van 15 jaar. En ik sta steeds weer verbaasd van de goede teksten die aangeleverd zijn door al die mensen in al die jaren. Die nadenken over ons leven, over ons, net zoals u nu net zegt. Over hoe kunnen wij samen een stabiele, duurzame maatschappij bouwen. Ik heb het niet over economie, maar maatschappij. Die twee die kunt u dus halen vanaf het internet. En ik wil nog één grapje vertellen. Ik heb 5 keer meegedaan met de Tweede Kamerverkiezingen. En je krijgt dus van de media geen schijn van kans als je iets zinnigs te vertellen hebt. Want dan is het een loeigevaarlijk politiek. En ik kan jullie bewijzen dat dus er censuur in dit land is. Ik heb alle gemeentes heb ik aangeschreven of ik zomaar als burger ludiek mocht aanplakken op de verkiezingsborden in de gemeente. En ineens een hele lading brieven van iedereen, nee dat mag helemaal niet. Toen schreef ik nog een brief. Ja, maar ik ben officieel kandidaat voor de Tweede Kamer. Daar zijn ze van geschrokken. Dan mag het wel. Ze staan daar en daar en daar. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus mijn affiche in heel Hilversum heb ik die opgehangen in een huizen waar ik dus woon. En ik heb aan het Mediapark honderden van die briefjes, van die pamfletten die mijn beeltenis op de beelden, op de verkiezingsborden weergaven, heb ik dus uitgereikt. Alleen, het is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand een affiche op de verkiezingsborden had dat er zo uitzag. Een chimpansee. Die ligt daar ook, die kun je meenemen. Dat was mijn verkiezingsaffiche. En je ziet hier een aap nadenkend, welke lijst zal ik nou kiezen? Nou, het advies staat eronder, dat was lijst 14. Dat was de eerste lijst in de Nederlandse politieke geschiedenis zonder naam. Hebben jullie er wat van gelezen of gehoord in de televisie of de krant? Nee, hè? Hoe komt dat nou toch? Dus een aap die officieel meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. Een lijst zonder naam. Helemaal Hilversum bezaaid het Mediapark met al die affiches. En jullie krijgen dat niet te horen. Dus, wat is nou de oplossing voor onze kredietcrisisprobleem? Het is eigenlijk hetzelfde. We moeten vragen gaan stellen, massaal, hè? Want als je het individueel doet, dat werkt niet. Massaal, als we nou morgen, allemaal deze brief uitprinten en een mailtje sturen naar de Kamerleden, allemaal, morgen, dan worden ze wat onrustig daar in dat parlement. En pas op, we gaan wel richting de vakantie, hè? Want in het reces, hè, dan zie je wel eens in de kranten nog een leuk artikel verschijnen, maar is er niemand meer aanwezig die je kunt aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. En iedereen die nog wat mee wil praten of delibereren, pak daar je cd-rommetje. Je krijgt van mij je kaartje, een van Eurostaten, nieuwe landje met een eigen wetgeving, eigen munt, eigen alles, eigen rechtspraak. Een rechtspraak die leugenvrij moet zijn. En dan kan je verzekeren, in Nederland is de leugen die regeert. Ik heb gezegd. Ik heb een suggestie. Ik heb ook wel eens over deze zaken gedacht. En eigenlijk waar ik helemaal tot op bot op geanalyseerd heb, kom ik iedere keer weer uit op één ding. En dat is dat geld exact doet waar wij ons met z'n allen van bewust zijn op de planeet. Bewust? Ja. Maar waar ben je niet bewust van? Nou, dat speelt daar dus ook in mee. Want dat gaat samen. En als je dus in die zin economische problemen wil aanpakken, dan begint dat dus ook bij je eigen bewustzijn. En dat is denk ik ook belangrijk om je bewust van te zijn. En dat krijg je dus met heen en weer communicatie. Dus je moet eerst beginnen te vragen van ik weet niks, kunt u het mij vertellen? Nou, laten we ons best doen om die vragen te gaan stellen. Morgen. Nog iemand? Ja, ik wou eigenlijk
even inhaken op wat je net zei, want je vertelde wel, als wij allemaal morgen die brief schrijven, nee, maar als wij vragen onze vrienden, onze familieleden ook dat die vlek op nou, die manier onbeugend, hè? Werkelijk door kan gaan, want ik herken de bevestiging van wat je allemaal vertelt ook en het vragen, maar zelfs op vragen krijg je inderdaad geen antwoorden. Ik zit dan in de lokale politiek. En wat mij betreft is dat ook gewoon daar inderdaad een vlek. En de media die negeert je ook als je wat te zeggen hebt. Als je wilt dat ze ergens naar kijken. Maar het is inderdaad wat die meneer zegt ook geld. Het is ook een beleving. Maar je krijgt het door vragen. Maar je moet ook geen angst ervoor kweken. Het is ook belangrijk dat je de moed hebt. Dat je dingen laat gaan zoals de bedoeling is dat ze gaan. Alleen dat ze ook dat we ons de support eraan geven om het te laten groeien op een andere manier. Want in feite zou de politiek voor ons mensen geld moeten maken als een bedrijf. Dat doet hij en dan mogen wij zelf weten wat wij daarmee doen. En als de ene wat verdient, dan hoef je geen belasting te betalen. Dan krijg je een heel ander systeem. En dat is... Je hebt het helemaal bij het rechte eind. Geld moet door de bevolking zelf gemaakt worden. Er zijn op dit moment meer dan genoeg systemen in Nederland, alternatieve geldsystemen. En op de voorpagina van de SDN kun je het aanklikken. Dan zie je dus hele bijdragers van echt mensen die dus goed nadenken over alternatieve geldsystemen naast de euro, naast de dollar. Gewoon geld van onszelf. De Gelderen is er dus eentje van. Memo munt, coin en nog een paar. En op Eurostaten, dat kleine landje waar ik het net over had, daar is de guldenmark. De munt. Guldenmark. En dat is niet toevallig. Uw opmerking dat dus de media niet reageren is heel simpel. Dat komt omdat economen, de professoren van universiteiten, die komen maar één keer met de waarheid naar buiten. En dat is op het moment dat ze met pensioen gaan. Op het moment dat ze met emiraat gaan, zeggen ze van, ja, dit soort kennis en die kennis, oh geweldig. Had je dat niet eerder kunnen doen? Vraag dat kleine kaartje van mij, mijn adreskaartje. Op de voorpagina, daar staan een heleboel van die vragen. Juist over geld, wat is het? Waar blijft het? Waar komt het vandaan? Wie doet er wat mee? Wie doet er niks mee? Dankjewel voor het luisteren, allemaal. Oké, ik stap.